ik spreek met Nancy Jans van Tao Touching. Vandaag gaan we het hebben over hoe geef ik druk bij een tantramassage. Deel 2. Deel 2 is dus eerst druk geven en daarna wrijven. Waarom deze onderwerp? Ik heb al heel veel lesgegeven ondertussen in tantramassage en ik merk dat heel veel leerlingen dus niet de juiste druk geven. Dus ze gaan eigenlijk zonder druk te geven, gaan ze direct effleureren of wrijven. Maar dan voel je niks en dan is er ook niks erotisch gebeurd. Dus eigenlijk de bedoeling dat je eerst druk geeft en dan wrijft. Dus dat is zoals in deel 1, in 1, 2, 3 druk. Dus ik zal een voorbeeld geven. Dus je doet eigenlijk eerst 1, 2, 3 drukken. En met die druk die je dan hebt, hou je die vast. En dan ga je heel rustig vooruit je wrijving doen. Dus dat geeft ook een ontspannen, erotisch gevoel. Dus niet eerst wrijven en dan onderweg ergens druk gaan zoeken. Dat is hetgeen dat de meesten eigenlijk doen. Dus vandaar dat ik het toch wel een belangrijk onderwerp vond om erover te praten. Het is eigenlijk een hele simpele truc, zoals in deel 1, een 1, 2, 3 druk. En dan in deel 2, dus eerst drukken en dan wrijven. Dat zijn eigenlijk twee belangrijke drukkingen dat ik vond dat ik wou over praten. Zeker als je de boek online gaat kopen, dan is dat wel leuk om die twee tips te krijgen. Zelfs als je niet kunt masseren, is deze toch al wel een hele goede tip om daar verder mee te kunnen. Dus ik hoop dat jullie met dit weer veel verder zijn geraakt. En ik hoop dat jullie nog veel massageplezier hebben. Oké, tot de volgende keer. Dag!